een nieuwe video. Ik heb vandaag de Lookfantastic Januari 2022 unboxing. Vroeger heb ik deze ook wel eens uitgepakt op YouTube. Ik weet niet of die video's nog online staan. Maar ook op pinkie.nl, daar staan ook diverse artikelen daar nog over. Maar ik dacht laatst, laat ik maar weer abonneren op Lookfantastic, Teltone en Goodie Box. En de Lookfantastic is binnen. Hij was voor mij, omdat het de eerste keer was, een tientje. Maar normaal is het duurder. Je kan zelfs al loskopen. 3 maanden abonnement. 6 maanden abonnement. 12 maanden abonnement. Ik zet alle informatie wel hieronder. Maar laten we maar lekker gaan uitpakken. Het eerste wat ik zie, een boekje. Ik had begrepen dat hij er niet altijd standaard meer bij zit. Dus ik ben er blij mee. Want ik weet natuurlijk niet alle informatie meer. Ik ga even kijken wat er allemaal in staat. Ik heb er even bij gepakt. Wat ik zo kan zien, zitten er dit keer 4 producten in die iedereen heeft. Het kan variëren qua kleuren. En 2 verrassingsproducten die niet in het boekje staan. Zo ziet het eruit. En dan gaan we grabbelen. Ik haal wel het boekje erbij voor de informatie van de producten. Als ik het kan lezen. Het product wat ik uitpak is van Skin Chemist. Rose Quartz Youth Defense Lip Plump. En dit product ken ik al. Want die heb ik dus al ooit ontvangen in een box. En volgens mij was dat ook Lookfantastic. En dat is dus echt al 2-3 jaar geleden. Dus ik weet niet of dat dit dan een nieuwe lancering is. Of oude voorraad. Of wat dan ook. Maar we zullen zien. Ja. Het ziet er zo uit. En het hele... Dit voelt helemaal plakkerig aan. Lekker begin. Het is dus een lipplump. Maar ja, weet je. Ik kan me niet herinneren dat dat ooit echt heeft gewerkt. Maar gewoon een lipglossje. Maar deze heeft gelekt of is gebruikt of wat dan ook. Dus ik doe hem gelijk weg. Het doosje zat ook niet helemaal netjes dicht. En hij... voelt niet zo fris aan. Dus het opzoeken van de prijs heeft helaas niet zoveel zin. Want hij staat niet eens op de website van Lookfantastic. Ook niet.com. Of hij is uitverkocht op het moment. Maar ja, ik weet de prijs niet. Maar deze doe ik gelijk weg. Naar het tweede product. Dat is van Bloom & Blossom. En dat is de Hands Up Age Defying Hand Cream. En dat is een klein tubertje van 15 milliliter. En dit is op zich een prima formaat om te proberen. En ook voor de, in de handtas. Dus ja, hier ben ik wel blij mee. Ik ga zoeken op de Lookfantastic website. Die is wel te koop. Alleen dit is een 15 ml. En op de website is er 50 ml 16,45. Dat is nu een aanbieding. Normaal is die €20,45. Dus zo'n tubetje kost een paar euro. Maar wel leuk om te proberen. Voor iedereen denk ik wel een bekende. Namelijk de Thisworks Deep Sleep Pillow Spray. Ik heb in december ongeveer 15 adventskalenders uitgepakt voor mijn website en voor Instagram. In bijna alle adventskalenders zat dit product. Dus, en ik weet ook dat dit product zat jaren geleden al elke maand bijna in een of andere beautybox. Dus het is blijkbaar heel populair. Ik heb er genoeg van liggen, dus ik ga hier iemand anders blij mee maken. Maar dit is een spray. Die doe je voor het slapen gaan op je kussen, beddengoed en zo. En dan door de geur, zeg maar, zou je relaxer in slaap vallen. Ik moet eerlijk zeggen, ik slaap zonder spray ook heel goed. Dus voor mij werkt het niet echt, maar misschien voor iemand anders wel. Dus ja, hier ga ik iemand anders blij mee maken. Het kan bij iedereen anders zijn, want je kan een black shampoo ontvangen. Een black conditioner, een mineral shampoo of een mineral conditioner van Ahava. En ik heb de mineral shampoo, de black edition. Ja, ik vind dit een heel mooi merk. En dit is ook een prima formaat om te proberen. Misschien ben ik dan een zeur, maar dan denk ik van... Als je er toch een shampootje in gooit, gooi dan ook de bijpassende conditioner erin. Dat je een setje hebt, want ja. Maar dat is mijn mening. 2 producten in die niet in het boekje staan, dus ik doe het boekje ook gelijk even weg. Ik zit dus elke keer op te kijken, maar er staat natuurlijk geen informatie meer in. Als eerst zie ik van Bubble Tea... Een Lavender Tea Body Wash. Dat is een flinke tube van 100 ml. Gewoon leuk om te proberen. Bubble Tea heeft ook heel vaak badbom en badkruimel en zo in de boxen en adventskalenders. Ik ben heel blij dat dit eens een keer een ander product is. Ik hou dan niet persoonlijk van de geur van lavendel, maar mijn vriend wel. Dus die gaat deze tube vast. Het product wat mij betreft het leukste product is van Polar. De Eternal Snow Youthful
Promise cream. Het wordt steeds kleiner, die letters. Je valt 20 milliliter. Daarmee kun je het product een beetje leren kennen. Ik heb de full size gehad. Ik vind het een geweldig product. Dus zeker een aanrader. En ja, een goede afsluiter van deze box. Ik kan dus helaas niet de prijzen bij elkaar opzoeken. Want die weet ik niet. En niet alle producten staan op de website of formaten of wat dan ook. Dus ik hoop dat dat de volgende edities wel kan. Wat ik wel kan zeggen is dat de waarde vast boven de 10 euro ligt die ik ervoor heb betaald. Dus qua waarde vind ik het de moeite waard. De producten zelf vind ik deze maand een beetje mwah. De crème van Polar vind ik geweldig. De douche gel van Bubble Tea is ook leuk. Ander geurtje misschien. Maar goed, dat is voor iedereen wisselend. Mijn vriend gaat hem toch gebruiken. De shampoo van Ahave. Prima, ik had alleen de conditioner gewild. En ja, dit product, de Skin Gem, gaat bij mij helaas de prullenbak in. En de Deep Sleep Pillow Spray is niet zo heel vernieuwend. Ik vind het een beetje matig. En ik had dus ook begrepen, want de box was gisteren al bij andere mensen al binnengekomen, dat niet iedereen even enthousiast was. En ik heb ook een beetje het idee dat ze met deze manier de voorraad aan het opruimen zijn. Maar goed, ik kan het mis hebben. Ik ga volgende maand natuurlijk de box ook unboxen. En dan hoop ik dat ik hem iets leuker vind. Maar goed, dat zien we volgende maand. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende video.